Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij F1 2010 Career Mode. Mijn naam is Gianand Schaven en vandaag gaan we verder in Brazilië. Ronde nummer 18, aflevering nummer 18. De ene laatste wedstrijd van het seizoen staat op het programma. Maar heb je die vorige video in Zuid-Korea gemist? Dan zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan direct in dat i'tje. Klik daarop. En dan zie je natuurlijk die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste, ben je trouwens nog niet geabonneerd op dit kanaal? Gewoon even doen. Het is gratis, het kost je helemaal niks. Behalve een aantal klikken op de muis of op de touchpad. Maar goed, ander verhaal. Constructeurskampioenschap, 30 punten verschil naar Red Bull. Het is nog mogelijk, maar de kans is wel heel klein dat we dat nog kunnen afpakken. Leiden nog steeds het coureursklassement, zijn dus ook wereldkampioen. En zet op naar de grootprijs van São Paulo, Brazilië. Interlagos. Hopen op een mooie strijd met de concurrentie. Hopelijk kunnen wij ook pole position halen hier in de wedstrijd. Ja, en Webber en Hamilton knokken nog om P2. Alonso, Button en Vettel knokken nog om P3. En Massa en Kubica knokken nog om P7. Alhoewel, Massa kan nog zesde worden. Dan moet Vettel niks scoren en dan moet Massa deze wedstrijden winnen. Dan is het 150 om 148, maar ik ben bang dat dat mislukt. Ja, Webber en Hamilton wordt nog krap, maar ik denk dat Mark gewoon aan het langste eind trekt. En gewoon vice-kampioen wordt in seizoen 1. Is maar net hoe je het bekijkt namelijk. We zijn lekker aanbeland bij de kwalificatie. De kwalificatie is dus onderweg, want er zijn hier geen Q1, Q2 en Q3. Een korte kwalificatie natuurlijk, zoals altijd in F1 2010. Noteren in sector 1. Geen flauw idee wat zij noteren, want dat kunnen we niet zien. Wel zien wij mijn teamgenoot. Lucas Di Grassi rijdt voor ons. Gaat hier niet zo makkelijk aan de kant, over het gras, zijn er voorbij, richting start-finish in onze eerste run in de kwalificatie. Kijken of dit ook pole position voorlopig oplevert, jazeker, met een 1.13.9. Button op P2 komt 14e tekort en wij verprutsen onze tweede run hier door te wijd te gaan in de eerste bocht. Rondje afgebroken. Zijn inmiddels doorverwezen naar een P6. Want Webber pakt de pole af met een 1.13.4. Onze tweede run belooft ook niet te veel goeds. Want ik zie voor mij twee auto's vechten voor positie. Het is Fernando Alonso. En Rubens Barrichello. Moeten Alonso hier voorbij gaan? Jazeker, maar ook Rubens Barrichello. En die duwen wij hier eventjes buiten de baan. Maar ik kan je nu al zeggen, deze ronde is niet goed. De vlag hangt over ongeveer 5 minuten uit. En wij gaan hier een 1.14.1 noteren. Niet goed. Zitten hier een beetje door in de eerste bocht en moet deze run helaas laten gaan. Nog ongeveer 3 minuten op de klok. De lucht is wat donkerder geworden. We gaan hier onze laatste run in de kwalificatie. Kijken of dit ook pole position wordt. Het zou vet zijn als dat gebeurt. Maar ik moet gewoon even kijken hoe goed de auto is. Anders is het gewoon weggegooid geld eigenlijk. Want ja, pole is hier wel belangrijk natuurlijk. Nog ongeveer 3 minuten en 9 seconden op de klok. Remmen moeten we koelen. Rem even wat harder dan normaal in de volgende bochten, adviseert de engineer. 3 minuten nog te gaan. Krijgen daar De La Rosa. In één keer uit de pitstraat, maar hij gaat mooi langs de kant. Komen aan bij het laatste deel van onze kwalificatierun. Ook onze laatste kwalificatierun natuurlijk van deze kwalificatie, want hierna doen we geen run meer. En dat is voorlopig de pole position met een 1.11.7. Jazeker, zijn 2.1 seconden harder gegaan.
laten daar een McLaren voorbij. Awesome! Awesome result! Where did that come from? Pole! Pole position, mate! Hey, well done! Pakken hier dus de pole position met een voorsprong van 1,5 seconde naar nummer 2. Goed gedaan, is het op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 18 van F1 2010 Career Mode. Zijn dan dus aanbeland bij de garage, starten op pole position, starten ook op die soft banden en gaan door naar de harde band in ronde nummer 5. Is het op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 18 van F1 2010 Career Mode. Alleen het constructeurskampioenschap staat nog op het spel. En nog 2 races te gaan tussen Virgin Racing, Red Bull Racing en McLaren. Kijken wat dat gaat opleveren, maar eerst de grote prijs van Brazilië. Starten hier dus op pole positie van de eerste plek voor de grote prijs van Brazilië voor aflevering nummer 18 van F1 2010 Career Mode. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en we komen gewoon goed weg van de grid. Vettel beter weg dan zijn teamgenoot Mark Webber. Vettel naar P2. Webber zakt terug naar P4. Button naar P3. En wij veroveren gewoon de leiding. Webber zakt nog verder terug. Alonso naar P4. Webber naar P5. Ik zie dat blauwe stipje steeds verder terugzakken. Dat is Mark Webber, mijn titelrivaal. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Als Fernando Alonso naar P3 is gegaan, heeft Jensen Button ingehaald en die voorbanden gaan er al langzaam aan. Sorry, ook de hele bandenset gaan eraan. Voor en achter lichte schade door slijtage in ronde nummer 3. Vettel op P2, Alonso op het podium, Button op P4. Dat betekent dat Red Bull nog steeds flink leidt met de constructeurs. Want dan zou Red Bull ongeveer 31 punten voorsprong hebben, als ik dat goed zeg, uit mijn hoofd. Nee, dat klopt niet. Dan zou Red Bull 30 punten voorsprong hebben. En dan lopen wij maar 5 punten in op de Oostenrijkse formatie. En dat is niet genoeg voor de constructeurstitel. Maar goed, moet ik hier het hoofd koel zien te houden. Ik hoor Sebastian Vettel. En we zitten in ronde nummer 4. We noteren een 1:15:07. Klein beetje te wijd en krijgen een waarschuwing vanwege het bocht afsnijden. Het houdt maar bij een waarschuwing, gelukkig. En dan zitten we in ronde nummer 5 als Felipe Massa voor het thuispubliek op P2 rijdt. Hamilton op P3, Michael Schumacher op P4. En wij duiken naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Massa duikt met ons mee, Hamilton gaat door. Ook Michael Schumacher gaat met ons mee. ...5.5, langzame pitstop, maar goed, het is wat het is. Waar komen wij zo meteen terecht? Komen wij voor of achter Mark Webber terecht? Hij heeft een undercut gepleegd op ons. Wij gaan dus voor de overcut. En daar heb je Webber aan de zijkant. Aan de buitenkant en we komen er mooi voor. Schieten wel een klein beetje door. Webber aan die binnenkant. Wielbanger tussen ons tweeën. En dan doen wij dit een beetje uit agressie, omdat ik gewoon wil dat we constructeurskampioen worden. Dat is een beetje egoïstisch van mij, maar goed. Webber met een kapotte voorvleugel gaat dus niet naar binnen, want voor dat soort schade hoef je geen nieuwe neus te halen, vind ik. Ik denk dat Red Bull dat ook vindt. Lucas Di Grassi rijdt voor mij. Zou betekenen dat wij een dubbele puntenfinish pakken, maar mijn teamgenoot moet nog een keer naar binnen. Dus dat is jammer. Hamilton leidt de wedstrijd. We gaan zo meteen ronde nummer 7 alweer in. Dan zitten we op de helft van de grote prijs. Slipstream pakken van de Braziliaan.
en het hier voorbij, jazeker, en het is P6. De volgende heet dan Nico Rosberg. Hij zit in de 1.19, wij in de 1.29. Als we in ronde nummer 8 Jarno Trulli zien voor P2, gaan er hier mooi voorbij aan de buitenkant. Jazeker, maar schiet hij iets te ver door. En Trulli weer terug. Webber kan zometeen naar ons toe rijden en dan wordt dit een Trulli-trein, want Jarno gaat hier heel langzaam rijden. Rijdt op oude versleten harde banden en moet nog een keer naar binnen. Waar kunnen wij er zometeen langs? Dat is de vraag. Pietantonio Liuzzi leidt de wedstrijd. Jarno Trulli op P2, Weidens op P3, Webber op P4. De ingenieur zegt ook, kom op, je kan hem aan, passeer hem. En dus moeten wij er zo snel mogelijk voorbij. Slipstream pakken van de Italiaanse coureur hier aan de binnenkant. En dat lukt. Jazeker, een beetje de wielen in elkaar haken. Maar het is P2. Ziet er wel een beetje door, iets te opportunistisch. En Trulli pakt ons terug. Nee, Webber sluit aan. Trulli kan nergens naartoe en blokkeert Mark Webber. Daardoor kan een McLaren aanvallen bij de Australiër. Dan zitten we in ronde nummer 11 als Hamilton op P2 rijdt. Webber op P4, Schumacher op P5. We gaan een beetje in cruisestand. Yuzi aan de leiding. Moet nog een keer naar binnen. We kijken aan de buitenkant. Lukt dat? Nee, want we raken daar iets te wijd van de baan. En Liuzzi weer aan de leiding. En Lewis Hamilton rijdt op P3. En de ingenieur zegt, ja, je bent gezakt naar P2. Ga weer voor P1. Ga voor die overwinning. En als het zo eindigt, dan pakken wij onze 14e overwinning van het seizoen. Hebben we het record verstevigd voor het meeste Grand Prix overwinningen in één seizoen. Wij staan nu gelijk met Schumacher. De ingenieur zegt, ja, je hebt hem. Kruip richting de achterkant van de auto en ga even bij op het rechte stuk. Hopelijk kunnen wij dat ook doen. Liuzzi zit iets te ver weg. Duikt niet naar binnen. Wij zijn 2,6 seconden langzamer. Hier dan nog niet. Wanneer kunnen wij het dan wel doen? Dat is de vraag. Einde ronde nummer 12. Als Liuzzi nog steeds niet naar binnen duikt. Zitten in ronde nummer 13. Liuzzi rijdt een seconde langzamer per ronde dan ons. En wij eens kijken hier aan de buitenkant. Meer snelheid meenemen, lukt dat? Jazeker, goed gedaan. En aan de leiding met nog een ronde te gaan in de grote prijs. Liuzzi moet nog een keer naar binnen volgens mij. Hamilton op P3, Mark Webber op P4. En dan zitten wij in de laatste ronde. En dan gaan we hier de wedstrijd winnen, maar het is niet genoeg voor de constructeursleiding, want het staat gewoon nog steeds gelijk. Het staat gelijk met nog één ronde te gaan, dus dat wordt nog spannend voor de laatste race in Abu Dhabi. Amazing! Brilliant result, man! Nobody expected that! Well done! Wij winnen hier dus de grote prijs van Brazilië. Hamilton op 2,3 seconden op P2. Webber toch nog naar het podium. Michael Schumacher op P4. Goed gedaan. Kwam van P11. Vettel 5. Dat betekent, ja, dat de achterstand 20 punten. Het is nu nog 5 punten. Ja, als je het ervan aftrekt, 25 min 20 is 5. Wauw, ik kan rekenen. Wat leuk. Brilliant display of driving. That's 14 wins. You now hold the record for most wins in a season. Hoho, you're in a league of your own. Many, many congratulations. 14 race overwinningen dit seizoen gepakt.
hebben het record in handen. Goed gedaan. Ongelooflijk. Wat een fantastisch seizoen tot nu toe. En we moeten nog een ronde. Dus we kunnen in Abu Dhabi onze 15e overwinning van het seizoen pakken. Dan hebben wij maar 4 races niet gewonnen. Goed gedaan. Constructeurskampioenschap. Ja, 30 punten verschil naar Red Bull. Dus Red Bull is officieel constructeurskampioen. Maar wij kunnen hem niet meer inhalen. McLaren kan er nog een stokje voor gaan steken. Wij kunnen McLaren nog gaan inhalen. Maar Red Bull is te ver weg. Worden officieel dus derde of tweede. Ligt eraan hoe de laatste wedstrijd verloopt in Abu Dhabi. Renault en Ferrari knokken nog om P5. Sauber en Force India knokken om P8 in het kampioenschap. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het niet leuk vond. Rijd trouwens nieuw op mijn kanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 content. Schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele video meer van me mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me even op de sociale media. @GierlandGraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Gierland Graven mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video. We gaan verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.